Rommel, wat is hier gaande? Hier is het Huntington Benefiet gaande, waarbij we geld ophalen voor het campagneteam Huntington om de ziekte van Huntington te genezen. Wat verwacht je hier, een goede donatie? Ja, ik weet het niet. Als we ik hoop natuurlijk dat we iets meer dan 5000 euro ophalen, het zou heel fijn zijn. En alles wat meer binnenkomt is helemaal geweldig. In 2014, november 2014, hebben we het campagneteam Huntington opgericht. Dit was naar aanleiding van het feit dat de geldkranen voor wetenschappelijk onderzoek waren dichtgedraaid. En de wetenschappelijke ontwikkelingen heel veelbelovend waren voor de ziekte van Huntington. En daarom hebben we een stichting opgericht om awareness te creëren voor de ziekte. En daarnaast hebben we 4 miljoen euro nodig voor onderzoek. Nou, ik ben Erik, ik zit bij het campagneteam Huntington. Ik ben ook onderzoeksleider. Ik werk aan de ziekte van Huntington bij het AMC. U bent dus wetenschapper? Ik ben wetenschapper en ik heb een onderzoeksteam van 9 personen. En die werken allemaal aan wat gebeurt er bij de ziekte van Huntington en hoe kunnen we dat stopzetten. Ja. En wat is de status van de ziekte op dit moment? We weten precies wat er misgaat bij de ziekte. We weten waar we in willen grijpen. En mede dankzij het campagneteam Huntington hebben we ook een aantal onderzoeken kunnen starten voor aangrijpingspunten. Dus hoe kunnen we de ziekte afremmen dat het kan ontstaan. Of ook voorkomen dat er klonteringen ontstaan in de hersenen. Hallo, ik zal het in deze feestvreugde niet te lang maken. Het is een eer om hier te mogen staan op deze benefietconcert, op deze goede doelenavond. En ik weet niet uit wie, dames en heren, maar trouwens, de Grootsvesten, dat kreeg ook een nieuwe naam. Dat wordt nu de Douwe Egberts Arena. Helpt tenminste nog een paar punten naar het eind van het seizoen.